Oh, wacht even. Ik heb drie items. Als ik die hier neerleg, ik leg die daar neer. Ik leg die daar neer. Oh! Yo, what up mensen, welkom bij een nieuwe Minecraft video. Wij gaan ontsnappen uit een kubus, want het is Minecraft. Als het een rondje was, was het een beetje raar geweest, dus het is een kubus vandaag. Ja, wij starten hier de map. En dit is een soort van grote escape room die wij moeten uitvogelen. En ja, we zitten nu al meteen in level 2. We hebben hier twee knoppen. Linker knop, rechter knop. Oh, en dit. Oh, dit is een missing texture. Hallo, test subject 1. We hebben zin om te beginnen. Oké, blijkbaar ben ik gewoon een test subject. Ik ben linkshandig, dus laten we links doen. Bam. Oh, I did it. Yes, we kunnen naar de volgende. Oh, hier is iets open. Moet ik dit erin gooien? Kijk en kijk, zo gaan we verder in de puzzeltjes, dames en heren. Oké, hier hebben we rood, blauw, niets en geel. Rood, blauw en geel. Oh, wacht even, ik moet hier iets doen. Wat moet ik hier doen? Kan ik dit kapot maken? Nee. Oké, het wordt al moeilijker. Oh. Sneaky levertje hoor. Oh, dat zijn de meest vieze. Pot voor drie. Yo, we hebben hier vier dingen. Waar zouden we op moeten springen? Ik denk deze. Deze? Deze. Deze. Oké, je moet gewoon op ze allemaal springen. Dat was redelijk te doen. Dat was redelijk te doen. Laten we eens kijken wat hierin staat. Learning. En ik heb hier ook. Your perspective on reality is starting to change. Je perspectief op realiteit begint te veranderen. Oké. Interessante teksten allemaal. Yo, ik ben hier gewoon... Kijk eens wat ik daar zie. Daar zit een klein levertje. Ja. Nee, daar kan ik niet bij. Tenminste... Kan ik hier iets mee? Oh, ik kan het licht aan doen. Wat fijn. Het licht kan ook uit. even denken. Ik moet denk ik... Kan ik dit slopen? Nee. Ik kan er niet staan. Of wel? Kan ik er staan? Wacht even hoor. Oh, is dit map 6? Oh ja, dit is 6. Nou ja, misschien moet ik dan toch gewoon hier omhoog bouwen. Ik bedoel, ik heb... Oh, ik kan niet plaatsen. Oké, dat is interessant. Ik heb hier ijs. Ik heb hier een lever. En ik heb drie dingen die ik niet kan plaatsen. Waarom heb ik ze gekregen als ik ze niet kan plaatsen? Oké, dit is een beetje raar. Laten we eens kijken of we hier misschien iets anders moeten doen. Misschien hebben ze het wel hier helemaal veranderd. Is hier een nieuw ding? Nee. Dan moet ik de rechterbutton doen. Moet ik de rechterbutton doen? Doet dat iets? Lijkt er niet op. Nou, blijkbaar zit ik gewoon in de verkeerde game mode, jongens. Ik zet hem even naar survival. Oh my god. Jeez. Ik zit helemaal moeilijk te denken. En dan staat er gewoon... Ja, je zit in de verkeerde game mode. Je moet dit kapot maken en hier omhoog. Ja, dat dacht ik ook. Kan ik het ook zonder? Ja, ik kan het ook zonder. Hé, dat scheelt net weer wat hout. Hier hebben we witte wol. Oké. Ik denk dat ik dan mijn hout hier weer moet weghalen. Kijk, als ik dat toch mag survivalen. Ja, hallo. Dan wordt het in één keer een stuk makkelijker. En dan denk ik dat ik eventjes de regen uitzet. En hier een... Ja, het enige wat ik kan maken is een bed. Ik weet niet waarom ik een bed zou willen maken, maar... Yo, ik maak een bed. En ik plaats hem en ik ga slapen. Welterusten iedereen. Ik ben er klaar mee. Ik ga slapen. Oh my god. Wow, de deur is open. Yo, dat is vet. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft, maar dat is wel heel erg dope. Ik zie hier... Oh, nee. Waarom drukte ik ook op de button? Nooit zomaar op een button klikken, jongens. Oké. Wacht even. Moet ik dan... Kan ik dit eruit halen? Ja, dat kan ik eruit halen. En dan... Oh, wat lastig, joh. Dan moeten we dus... Hoe kom ik bij die ander? Ik moet bij dat andere steen komen. Oh, wacht even. Hier heb ik ook steen. Ja. Komt er maar. Ja, toppie. Super. Dan... Denk ik eigenlijk dat ik hierop moet staan. En dan doe ik dit. Of haalt dat? Dat haalt alleen dat blok weg. Hoe kom ik dan bij dat steen? Misschien moet ik op die ander. Maar die doet wel iets anders. Die haalt niet het blok weg. Maar wat doet hij dan wel? Oh, die maakt hem open. Oké. Nou ja, ik dacht dat ik die dingen erboven moest pakken. Maar dat moest dus niet. We gaan naar level nummer 9. Start de minecart. Gok. Wat moet ik gokken? 1. Oh, dat was het. Ik dacht dat ik moest gaan tellen. Hè? Ik kan verder. Wat moet ik dan gokken? Ik snap er helemaal niets van. Oh, jeetje. Hier moeten we gewoon eentje gokken. Mistakes. En een bone. Oké. Ik klik er gewoon wel lekker even een paar in. Hupsakee. Smash die buttons. Dat is gewoon allemaal aanklikken. Hupsakee. Lekker klikken met die app, jongens. Klik erop los. Het is niet open. Dan. Wacht even. Hier zit hier iets onder. Oh. Een painting? Huh, waarom staat hier painting? Misschien moet ik deze erin doen? Ja!
Oh, wat sneaky. Dat ze gewoon die buttons doen als afleiding. Dat is wel sneaky, hoor. Oei, oei, oei. Wat is dit nou weer? Oh, we hebben hier cijfers op staan. A lever fits here. Oké, daar moeten we dus een lever neerzetten. Ik zag daar 10. Oh, nee, wacht even. Dat is natuurlijk gewoon dat bordje. Zou hier iets op staan? Of heb ik wel een cijfer gezien? Ik weet het niet. Wat een raar level. Zo, ik doe... Oh, shoot. Moeten we hier in de volgorde doen? Ik hoop het niet. 13. Wat zou hier de volgorde kunnen zijn? Er is hier nergens een volgorde aangewezen. Moet het allemaal tegelijk? Hier fit een lever. Ja. Oh, wacht eens even. Moet ik dan niet terug? Oh nee, ik heb hier geen hout meer, hè? Oh, dat hout heb ik al gebruikt. Maar... Oh nee, die kan ik ook niet meer pakken. Maar deze wel. Kijk eens eventjes. Kijk eens eventjes. We hebben de lever, dames en heren. Woep, woep. Let's go. En die mag daar. Ik weet niet wat het doet. Maar er mag hier een lever. Toch het gevoel dat hier een code of zo gedaan moet worden. Wat voor code? Ja, waar is het op gebaseerd? Meestal moet je toch een soort van aanknopingspunt hebben. Ik denk deze, dan deze, dan deze, dan deze. Oké. Deze. 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 En deze. Ook niet. Deze, deze, deze en deze. Nou, misschien is het helemaal geen code, jongens. Ik zit toch een beetje... Er moet toch hier wel iets op die sign staan. Oh, wacht even. Ik heb 3 items. Als ik die hier neerleg... Ik leg die daar neer. Ik leg die daar neer. Oh! Lekker! Oh, jongens. We zijn goed bezig! Oké, wat hebben we hier? We hebben redstone, stone, sponge, quartz, diamond. En hier hebben we ook nog allemaal items. Welke levers moeten omhoog? Is er iets dat buiten de boot valt? Hier, dit zijn allemaal dingen die ores zijn. Of in ieder geval steen. En sponge is dat niet. Dit is bloem. Dit heeft met een bloem te maken. Dit heeft met gras. Dit heeft allemaal met natuur te maken. Behalve deze. Dat is het niet. Wat zou het dan zijn? Dit is een bloem. Dit is een bloempot. Gras, dat is ook natuur. De appel ook. Nou, misschien is deze wel goed, maar zit ik aan deze kant fout. Is dit de enige die in de nether zit? Wat kan hier het antwoord op zijn? Nou jongens, ik heb echt werkelijk waar geen idee wat deze combinatie is. Volgens mij heb ik zo net ook alle combinaties geprobeerd. I don't know. Ik maak deze gewoon lekker open. Het is ook echt totaal niet duidelijk waar je nou op moet letten of zo. Misschien weten jullie het, maar ik heb volgens mij alle combinaties geprobeerd. Maakt niet uit, wij gaan naar de volgende. We hebben hier Trap Chest. Uh-oh, ik gok dat we iets erin moeten gooien. Ik zie wel dat er sommige trapped zijn en sommige ook weer niet. Dus misschien activeren die trapped chest iets. Jullie horen nu ook dat heerlijke geluid van zijn kistje die lekker de hele tijd op gaat. Tjup, tjup, tjup. Oh, heerlijk. Oké, kom op. Zit er iets in of moet ik mijn steen erin gooien? Wacht even, het stond hier in. Wacht even hoor. Oké, hier staat de tekst in. Heb ik ergens anders tekst gemist? Chest, 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 chest. Oh, wacht even. Ik denk dat ik daar iets in moet stoppen. In. Ik stop hier iets in. Oh, man. Dat had zo mooi kunnen zijn. Oké, dan gooi ik het hierin. Nee, ik ben het kwijt. Wat? Wat moet ik dan? Waarom? Deze heet in. Wat betekent dat? Wat betekent in? Er moet iets in. Lijkt mij. In wat? Of is dit gewoon een fout en schreef die inventory? Dat zie ik ook zo gebeuren. Oh, wacht even. Kan ik hier deze dingen eruit pakken? Yo. Ik weet niet wat er allemaal mee moet. Ik pak gewoon lekker dingen van de muur. Kom eens hier. Hupsakee. In. Nou ja, ik stop het hier dan wel eventjes in. Denk ik. Lijkt mij de meest logische. 15. Oh, de item hopper. Oh, hij laat niets door. Oké. Ik snap hier echt helemaal geen ene moer van, jongens. Ik vind het niet leuk om levels te skippen, maar ik snap er niets van. We gaan maar gewoon door. Dit voelt echt super stom, maar ik krijg geen hint. Kijk, bij die andere was het redelijk duidelijk wat je moest doen. Ik zal even de blok gewoon wegzetten. Hupsakee. Maar bij deze... Wacht eens even. Zijn we nou weer bij het begin? Cube escape. Huh? Ik ben nu weer bij het begin. Mistakes. Mirage, learning, familiar. Mistakes, learning, cube escape, familiar. Oké. Moet ik hier dan iets mee doen? Moeten die hierin of zo? Gooi het er maar gewoon in. Ja, nou dat ging top. Oh, ja, ik denk dat ze daarin gegooid moesten worden. Maar dit doet ook de job. Nou, als het goed is, zit hier beneden ook nog geen. Hé, wacht even, nu zijn er extra buttons. Wait a minute. Oh, kijk, ik moet heel snel zijn. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Oké, hij verandert dus. Oh jee. Wat moesten we hier doen? Die moesten we aan de buitenkant. Of moet ik springen? Zo. Naar het hout. Kijk, hout. Nog een keer hout. 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 Oké, dat werkt niet. Het maakt in ieder geval een mooi muziekje. Dat is zeker. Oké. Heel verwarrend. Wat wilt hij nou van me? Hout. 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 Ik heb op alle houten dingen gesprongen. Oh, dat gaat ook nog regenen. Ik ben zo in de war, jongens. Dit is echt... Oh.
Nu wel. Ik heb net de hele tijd op dezelfde dingen gesprongen. Oké, ik denk dat deze map niet 100% oké is. Mirage. Moet ik daarvoor dan terug? Misschien dat ik hier die dan hierin moet stoppen. Zo. Ik heb echt geen flauw idee. Dit is zo'n verwarrende map. Klopte dat? Nope. Wat was er in 4 ook alweer? 4 naar 5. Was er hier iets? Nee, hier zit allemaal redstone boven. Ja, is dit dan toch waar ik die lever weer nodig heb? Nee, hier doet hij het niet. Oh, het was dus wel echt nodig bij die ander. Oké, ik heb hier een chest. Met die chest kan ik niet. Er zat een boekje in van Mirage. Die heb ik heel slim weggegooid. Want ja, anders zou ik die nu nog hebben. Dat zou ook niet handig zijn. Toch? Oh ja, je bent echt weg. Oi, oi, oi. Mamma mia. Ik denk dat ik ben verslagen. Ik heb dat niet vaak in puzzels. Of het klopt niet, omdat ik ook al een paar keer dingen moest openbreken die normaal niet. Maar moeilijke puzzel, jongens. Mocht je hem willen proberen, ik zal een linkje in de beschrijving doen. Misschien kun jij hem wel oplossen. Maar ik heb echt geen idee waar ik heen moet. Ik heb geen flauw idee. Ik hoop desondanks dat jullie het leuk vonden. Want ja, puzzel is natuurlijk om te puzzelen. En dat hebben we zeker gedaan. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Ik zie jullie volgende keer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.